Er is een vruchten van, denk ik. De speurtocht naar haar familiegeschiedenis gaat nog verder terug. Ver voor de reis naar Suriname. Hier in de oude kerk van Veenendaal was Johannes van Ravenswaai eigenaar van graf nummer 83. Ja, ja. Zullen we even dat schema erbij pakken? Even te kijken of... Nummer 83, Johannes van Ravenswaai. Dat wil wel wat zeggen, hè, als je in de kerk begraven werd. Ja, de rijkere mensen die lagen in de kerk begraven. De hele rijken op het koor en de rest die lag dan in de kerk. En de arme volk om de kerk heen, buiten. Dus als je een eigenaar was, dan kocht je, of als je veel geld had, dan kocht je een graf in de kerk. En dat was dan een teken van welstand. Dus die familie moet toch wel vermogend zijn geweest? Ja, dat moet zeker wel, ja. Ja. Ik heb er niet zo heel erg veel van kunnen vinden, maar het feit dat ze hier graven hadden, dat bewijst zeker dat er kapitaal aanwezig geweest is. Maar dan toch naar Suriname gaan? Ja, maar er zit natuurlijk een hele grote tijd tussen. Tussen dit Johannes, die dat graf hier heeft, en de tijd dat ze naar Suriname gaan. Dit is van 1600, eind 1600. De kolonisten voet aan wal zetten. Gekscherend werden ze genoemd de boeroes of de witte pieren. Weg van grauwe lucht en mistige vergezichten. De hoop op het nieuwe vaderland gericht. Vol goede moed en met oprecht verlangen naar het beloofde land. De Nederlander Johan van Ravenswaai is speciaal voor de herdenking naar Suriname gereisd. Hij is geboren in Paramaribo en is een van de vele afstammelingen van de kolonisten. Van Ravenswaai heeft onlangs een boek geschreven over zijn voorouders en de situatie waarin ze moesten leven. Hier in het plaatsje Groningen kwamen anderhalve eeuw geleden 400 kolonisten vanuit Nederland aan, onder leiding van een dominee. Er zouden al huizen zijn en het land zou beplant zijn, maar hoe anders was de werkelijkheid? Ze leefden in het moeras, tussen de ratten. Het eten was slecht en het water verontreinigd. De mensen waren niet voorbereid. Ze hadden de huisjes gebouwd op neuten van 30 centimeter hoog. En dat was eigenlijk niet genoeg, want toen ze aankwamen was het net de grote regentijd. En waardoor het water tot aan de vloer van de huizen kwam. En dus het erg vochtig was. En daardoor hebben ze eigenlijk dus de meeste van hun, de tyfusepidemie, niet overleefd. Ondanks het feit dat de helft van de kolonisten was gestorven aan tyfus, stuurde de dominee berichten dat het goed ging. En dat er meer mensen moesten komen. Hij regeerde als een dictator en ging zelf in een prachtig huis op het vasteland wonen. Er is maar weinig over van het koloniale verleden. Zelfs geen graven, behalve die van de vrouw van de dominee, herinnert ons nog aan de zware beginperiode. Degenen die de ontberingen overleefd hebben, voelden zich bedrogen en vertrokken naar de stad. In dit land zijn wij opnieuw geboren. Wel nu. De dag is ons, de handen uit de mouwen. Het harde werken zit ons in het bloed. Een molen in Suriname? Ja, voor ons, voor jullie misschien vreemd in Nederland, maar voor de Surinamers toch niet. Want de boeren die komen natuurlijk uit Holland, zoals ze hier zeggen. En het symbool van Holland is de molen en die hebben ze gewoon meegenomen. Maar er werd ook in gewoond hoor, de mensen hier beneden. Dat was gewoon de woning, daar woonde de molenaar. De geschiedenis van de boeren is ook onder de Surinamers zelf amper bekend. Vandaar deze tentoonstelling om vooral de jongeren te laten zien wie nu eigenlijk die boeroes waren. Ik ben ook een boer hoor. Ja. Had je niet gedacht. Ik ben nu zo brein als die ander, maar ik woon in Nederland hoor. Heel lang. Maar ik ben nu weer. Maar ik versta jullie dingen wel hoor. Dus als je me uit wilt schelden, versta ik het, dus je moet het niet doen. De witte pieren. Hoe vind je dat? Ik vind het niet zo leuk dat ze witte pieren hebben gestuurd.
En dan mijn familie van mijn vaders kant zijn ook helemaal blank. Ik vind het eigenlijk een belediging. Boerderij Arbeid Adelt. Ja, zo heeft hij mijn grootvader zijn boerderij genoemd. Om tot de druk de berg te brengen. Dus als je iets wil bereiken, dat je toch moet werken. En ze hebben toen heel hard voor gewerkt. Als ik dus kijk, de aantal stukken land wat mijn grootvader heeft kunnen ontginnen en in cultuur brengen. En ook met vee, dan is het toch een enorme prestatie geweest. En mijn vader heeft dat voortgezet. En nu op dit stukken grond dus die mijn vader toen ontgonnen heeft, daar zitten nu nog broers van mij. In felle tropenzon en striemende regenvlagen. De ochtend door en 's avonds als het moet. Je moet de handen uit de mouwen steken en niet stil blijven zitten. Zeggen, arbeid adelt en zolang je blijft zitten, dan is het alleen maar achteruit gaan. Maar ik ben mijn voorouders erg dankbaar. Ik heb er geen woorden genoeg voor wat die offers die ze gebracht hebben. Wat ze allemaal doorstaan hebben. En dat je van dag aan de dag dit mogen ervaren. Willy van Ravenswaai, de broer van Johan, werkt nog altijd als boer. Hoewel hij al 69 jaar is. Hij heeft geen opvolger, zijn zoon is ingenieur en woont in Nederland. En personeel is in Suriname moeilijk te krijgen. Ja, bepaalde mensen, bijvoorbeeld de Nederlanders, ik bedoel afkomst van Nederlanders, zijn harde werkers. Je hebt andere groepen die... Zij spieren meer. Ja, ja. Ik bedoel, die houden meer van, laten we zeggen... Ja, ze steken hun hand niet gauw uit de mouwen. Ze zitten maar op de loer. Dit gebied, de tijgerkreek in Saramaca, was een paar jaar geleden nog een en al oerwoud. Totdat een neef van Johan, Kenneth van Ravenswaai, besloot om boer te worden. Ik ben trots op mijn beroep. Ja. En, ja. Ik heb het altijd van gehouden. Mijn vader had vroeger ook een boerderijtje. En ja, we zijn eigenlijk altijd mee opgegroeid. Constant mee opgegroeid. En ja, ik hield er gewoon van. Maar velen kiezen ervoor, hè? Universiteit te gaan of een ander beroep uit te gaan oefenen. Ja, maar het ging eigenlijk zo mis hier op de universiteit. Het ging steeds moeilijker. Je kon die vakken niet afronden omdat de docenten niet waren. En hele kikkerboel was er eigenlijk daar op de universiteit. En ik had eigenlijk geen zin om naar het buitenland te gaan. Suriname trekt me meer aan. Ik heb meer vrijheid hier. En ja, we hebben eigenlijk hier altijd gewoond en we gaan eigenlijk hier blijven wonen. De melk of de test zoals omschreven, dat die specifiek geldt voor koemelk. Dat zijn dan de basiszaken. Er zijn weinig perspectieven voor afgestudeerden. Er is een enorme werkloosheid. En vandaar dus dat ook een heleboel jongeren hun streven is om zo snel mogelijk een beurs te krijgen, te vertrekken naar het buitenland en dan maar daar te verblijven totdat er betere tijden in Suriname aanbreken. En het is met name deze jeugd, deze krachten, die de ruggengraat van de samenleving, de toekomst van morgen zullen moeten zijn. 40 jaar niets gedaan, tijd nu om naar huis te gaan. Naast zijn werk als docent is Rick van Ravenswaai sinds 4 jaar een van de politieke leiders van de oppositiepartij DA91. Rick is de eerste afstammeling die een politieke carrière verkiest. En als je ziet in welke hoedanigheid zaken zich voltrekken, dan denk ik dat je niet te lang aan de kantlijn kan blijven staan, maar dat je ook als oprecht Surinamer je bijdrage moet leveren om verandering te brengen aan een groei die toch scheef dreigt te gaan. Drugs, dat is een enorm probleem. Dat zorgt voor een heleboel ellende hier in Suriname. Met name bij de jeugd werkt het enorm demotiverend om verder te gaan studeren. Krijg je dan een goede baan, dan is het vaak nog niet lonend of krijg je natuurlijk weinig aan salaris om eigenlijk een goed leven ervan te maken. Daartegenover staat dat vaak genoeg een heleboel drop-outs die al eerder zijn afgehaakt,
een andere weg gekozen hebben. Soms de weg van courier, drugs. En voor wat betreft het financiële, dan boeren ze een stuk beter. Overal waar je kijkt, zie je de huizen met bijpassende satellietschotels van de drugsbaronnen verrijzen. De rijken worden steeds rijker, de armen steeds armer. De Surinaamse economie zit in een diep dal. De inflatie wordt steeds groter. Voor de Nederlandse gulden krijg je bijna 400 Surinaamse guldens. Nog een paar jaar geleden was die koers 1 op 20. Suiker, witte suiker, 445 gulden de kilo. Rijst, 330 gulden de kilo. Dat is een van de eerste levensbehoeften. Dan hebben we hier de olie, veel gebruikt. 990 gulden de liter. De producten zijn bijna onbetaalbaar geworden voor de Surinamer met hun gemiddelde maandsalaris van zo'n 10.000 Surinaamse guldens. Ze hebben dubbele baantjes. Ja. Ze werken overdag en 's avonds proberen ze een wachtersbaantje erbij te doen. Ze proberen zelf groenten als ze een tuintje hebben te kweken. Ook kippen kweken ze, want een ei kost 55 gulden. Dus van alles, men gaat proberen zo vinding mogelijk rijk te zijn om zelf supporting te zijn. Naast drugs is er nog een ander groot probleem, dat van de corruptie. Het is verweven in de hele samenleving en vrijwel iedere ondernemer heeft er continu mee te maken. Maar slechts enkele durven er openlijk over te praten. Een van hen is Erik, ook een telg van de familie van Ravenswaai. Erik is directeur van een grondverzetbedrijf. Waar ik steeds voor waak is dat ik zogenaamd clean blijf, dat ik... Ons sterke punt moet zijn kwaliteit. Wij leveren kwaliteit, wij leveren een goede job. En dat is dan voor de opdrachtgever de reden om ons aan te trekken. Een corrupt apparaat, dat is dan meer bij de overheidsinstanties. Dat is niet zozeer bij de particuliere bedrijven. En daar werk ik niet aan mee. En dat kost je soms werk, maar het geeft je wel een veiliger gevoel. Een van de voorbeelden waar het is misgegaan is deze boerderij. Een paar jaar geleden startten Erik en zijn neef Rick, die nu in de politiek zit, een melkproducerend bedrijf. Ze investeerden in een voor Surinaamse begrippen compleet nieuwe melkmachine. Maar de machine heeft nog nooit gewerkt. Toegezegde leningen door de Surinaamse regering werden het niet gedaan omdat bepaalde zakenvrienden van de politici er meer belang bij hebben om melkpoeder te importeren dan om zelf melk te produceren. En dat terwijl er een schreeuwend tekort is aan melk. Er is niets gedaan. En je moet je voorstellen dat wij eigenlijk de dupe zijn geworden van het vertrouwen dat wij hadden in de toekomst van dit land. Andere mensen die de gelden hadden, die hebben het op een buitenlandse bankrekening gezet. En die trekken daar de rente nu van. Wij hebben geloofd in de toekomst van Suriname. We hebben onze centen daarin gezet, daarin gestopt. En vandaag de dag moeten we kijken tegen iets waaruit we niets kunnen halen. Eén is dat die boek, hoor. Twee broers, de een Nederlander, Johan, en de ander Willy, Surinamer. Na het uitroepen van de onafhankelijkheid had Willy geen keus. Als hij in Suriname wilde blijven wonen, moest hij ook Surinamer worden. Het grootste deel van de wereld, eerlijk gezegd, was tegen de onafhankelijkheid. Ik vind het alleen jammer dat als ik eventjes Nederland moet bezoeken, dat ik een visum moet aanvragen en zo onderdanig moet zijn. Hoe bedoelt u? Dat je zo lang moet wachten, ik bedoel, je bent Nederlands onderdaan geweest. Dat wil het niet toch makkelijk zijn. Je voorouders komen daar uit Veenendaal en allemaal. Ik bedoel, er moet een andere regeling eigenlijk getroffen worden. Dat, ach, deze mensen. We gaan niet daar om te blijven. We zijn geen... dat daar sociale voorzieningen gaan zoeken of de belastinggelden van de Nederlanders gaan. Nee, gewoon als je met vakantie wil gaan, dat je de gelegenheid krijgt om het land, je moederland eigenlijk in te bezoeken. In Paramaribo herrijst een nieuwe Nederlandse ambassade. Er wordt nu al openlijk gespeculeerd wat dat voor de verhoudingen tussen Nederland en Suriname zal betekenen. Die band zal tijdens de komende verkiezingen een heel belangrijke rol gaan spelen. Want, zo zegt iedereen, is het toeval dat het gebouw af moet zijn voor de verkiezingen? Volgens Rick van Ravenswaai moet de Surinaamse politiek het roer omgooien. En erkennen dat het niet zonder Nederland als bondgenoot kan. Vanwege het feit dat nagenoeg de helft van onze samenleving daar in Nederland woont.
als verantwoordelijke moet je daar rekening mee houden. Vanwege de betrekkingen die er zijn met Nederland, zowel op economisch gebied als op ander gebied. Vanwege de internationale rol die Nederland toch wel nog zal moeten spelen en zal blijven behouden binnen het hele politiek gebeuren in het Caribisch gebied, met name als partner binnen de EEG. Zou je in de eerste plaats zeker moeten uitkijken naar Nederland als bondgenoot. Zoals de afstammelingen nu leven, staat het niet in vergelijking met vroeger. Toen mochten de blanken niet omgaan of relaties aanknopen met de Surinamers. Maar als je nu rondkijkt op de feestdag die afgelopen zondag is gehouden in het plaatsje Groningen, is het net een smeltkroes. De kolonisten zijn geïntegreerd in de samenleving. Ik ben nog blank en mijn neef hier is blank en mijn andere neef is blank. Maar aan de kant staan er ook heel veel blanken. Maar ja, de grootste deel van de bevolking hier is natuurlijk gekleurd. En dat zie je wel, maar ze leven gewoon met de boeren mee. Surinaamse Nederlanders of Nederlandse Surinamers. 150 jaar later durf ik met eerbied verklaren. Dank u, Suriname. U bent ook ons land.